We gaan nog even kijken naar de doelpunten in de andere Europa Cup toernooi. Dit zijn beelden uit de wedstrijd tussen Monaco tegen Feyenoord. Monaco dat zich favoriet dacht in het duel tegen de Rotterdammers. Maar dat pakte toch wat anders uit. We kijken naar Taument, die zijn verdediging, de verdediging van Monaco erg moeilijk maakt. Hier is Witsche met zijn schot en dat treft doel. Na 9 minuten staat Feyenoord met 1-0 voor. En weer een gouden doelpunt van de nummer 10 van de Rotterdammers. Die al zoveel belangrijke doelpunten heeft gemaakt. Hij schoot ze ook, bijvoorbeeld tegen Den Bosch, naar het Europa Cup toernooi voor bekerwinnaars toe. Scoorde in de slag tegen Ajax de enige en winnende goal. Is derhalve heel erg belangrijk voor Feyenoord. Natuurlijk moest de favoriet iets terug doen en dat gebeurt dan hier. Valerie is de man die in elk geval een gelijkspel bewerkstelligt voor Monaco. Een ploeg die eigenlijk wat meer had verwacht. Uitverdedigen van Van Gobbel is niet ideaal. En dan via de grond de stuit. De goeie krijgt er nog een handje tegenaan, maar het is 1-1. Dat is ook de einduitslag en Feyenoord was daar natuurlijk het meest blij mee. 0-0 in Rotterdam. Is genoeg en het is geen uitslag die verbazing zal wekken.